What up, goedje, kijk. Dario van Niet de Static. Het is weer een Dario Groot dagje, jongens. Lekker, man. Het is een tijd geleden. Dus ik moet jullie weer even bijpraten. Jullie moeten weten hoe de vork in de steel zit. Ik schommel nou tussen de 98 en 99 kilo. Ik zie de comments al komen. Dario, is dat niet veel te zwaar? Je zei nog dat je lean ging bulken. Ten eerste, hou je bek. Kijk, ik was vorige maand naar Italië. Was een beetje fout gegaan. Ik geef het toe. Ja, ik geef het toe. Veel van jullie zaten te smacht, met smacht te wachten tot ik een fout zou maken. Een slip-up. Weet je wel, jullie zeiden kut ik zelf van Dario, je gaat toch niet lean bulken. Je gaat dirty bulken, we kennen jou. Jij kan niet in een kleine surplus zitten. En misschien was het in het begin eventjes zo. Oké? Okay? En weet je, ja, klopt. Ik ben iets te hard gegaan in het begin. Een man moet eerlijk zijn, maar anders kan ik mezelf niet aankijken. Voor jou doen? Voor mijn doen doe ik het rustig, weet ik. Voor mij doe ik het rustig, maar dat snappen zij niet. Doe jij 's middags boodschapjes voor jezelf en dan kom je thuis met fruit en groenten. En dan zeg je 's avonds ineens, waar zijn de chips? En dan zeg ik, heb je vanmiddag boodschap gedaan? En toen zei je, ja. Maar luister nou, Roos, want luister, want er komt meer informatie bij, maar dat begrijpen ze nog niet. Vertel dan. Wat ik wil zeggen is, ja, in het begin ging ik wat harder, maar ik ben al redelijk lang steady tussen de 8 en 99. Wat zegt mij dat? Mijn lichaam vindt het fijn om hier te zijn. En mijn hongerlevels zijn nou ook een stuk gezonder. You know? Want in het begin, bro, alles wat ik zag. Nee, we laten alles staan vandaag. Zag je hoe sterk mijn kaak was dan? Bij mijn kaak, deze kaak is zo fucking gespierd, dat ik deze stoel fucking lip gebeten. Nou, bloedlip. Kijk wat jullie doen, jongens. Kijk wat jullie doen, niet ik. Maar zag je hoe sterk, bro, ik ben een pitbull. Ik kon dat ding gewoon vasthouden. Anyway, jongens. 98,99. Steady. Nu ben ik serieus in een kleine surplus. Want ik ben nou ook niet als een gek aan het eten. Ik heb mijn mooie balans gevonden. En natuurlijk moet mijn gewicht uiteindelijk rustig omhoog. Want spieren komen niet uit de lucht vallen. 48 centimeter. Dat kun je niet zo toveren. Dus we moeten daar wel voor eten. Maar het is nou ben ik in rustig vaarwater. Laat ik het zo zeggen. Zometeen, uppie 3, gaan we natuurlijk filmen. Ik ga mee met Roos naar de Basic Fit, zodat ze kan filmen. Ik zal ook wat maaltijden laten zien. Vanavond is voor de RuneScape spelers Deadman Mode. Wat ga ik dan doen? Ja, je gaat op de bank zitten, beneden de hele avond. Guys, east, look east. Heb je monster al gehaald? Nee, ik ga de hele fucking avond spelen. Guys, watch out, watch east. Get him in. Anyway, ontbijt. 300 gram kwark. Een scoop whey er doorheen, 100 gram havermout. Ik heb wat suiker erin gedaan om iets zoet te maken. En dit zijn elektrolyten. Elektrolyten zitten elektriciteit in. Is dat 230 volt? Hey, ben je elektricien? Elektrolyten, bro. Je weet toch. We zweten veel, toch? We moeten die sodium en potassium moeten we aanvullen. Nee, niet doen. Wow, ik ben serieus pitbull. Ik denk mijn kaak, mijn one rep max met mijn kaak is gruwelijk. Okay. Zal ik mijn kaak opmeten? Dus zeg, doe je tot zo. Ik ga stop met. We gaan upper 3. Protein. Dead man mode. Nee. Eet je groente. Dat is slecht voor je. Kom, ik ga gymmen, man. Oké, we beginnen met bankdrukken. Wat ik vaak fijn vind om te doen, jongens, is mijn working set wordt met 115 kilo. Nou heb ik er 120 op. Doe ik één rep, maximaal zo snel mogelijk. Gewoon puur om mijn hele zenuwstelsel wakker te schudden, toch? Dus dan voelt die 115 zometeen wat lichter als ik dan een rep 120 heb gedaan. Dus één rep. En de bedoeling is om zo snel mogelijk, zo explosief mogelijk te doen. Dat mijn hele zenuwstelsel, al die motie helemaal aangewakkerd zijn. Hoop het. En jongens, vergeet nooit je handdoekje, anders ben je een viezerik. Wist je dat, heb je dat gelezen in Amerika? Wat? Dat er in alle gyms daar zo'n ringworm, hoe noem je dat? Plaag. Plaag is, van dus allemaal mensen die gewoon met hun gezicht en weet ik het wel, zonder handdoekje op zo'n ding gaan liggen, terwijl die dan niet schoon is. Een beetje vies. We'll be right back.
Ik red meer dan vorige week. Zullen zien wat er nog meer uitkrijgt. Misschien 8-8-7, 8-7-7. Heel even kijken hoe het voelt voor ons. Testosteron is hoog. Hij loopt boos rond. Ik was tussen aan het vloggen dat de testosteron hoog is en dat je boos loopt rond te wandelen. Hij was al pist dat ik niet kon spotten. Ik vroeg nog, ben je boos? En toen deed hij alleen maar dit. En dat terwijl hij vandaag niet eens een wife beater aan heeft. Ik heb een appje onder. Oké, dus bankdrukken wilde ik 8-7-7 doen. Ik denk, als ik de beelden terug zie, dat die 7 de laatste tijd ook wel in zit. Maar ja, als je geen spotter hebt, dan is het nadeel van bankdrukken toch. Ik had even, weet je, aan de andere kant, ik was even in het begin al een beetje gefrustreerd. Maar ja, rap meer dan vorige week. Jongens, als je elke week een rap meer doet, na een jaar heb je heel wat raps meer, 52. Dus weet het niet zo werk, maar maakt niet uit. T-Bow Row, logboek zei 5 platen, vorige week 8-8. Daarna deed ik 4 platen voor 14. Dus nou weer 5 platen erop. Kijken of het eerste set 9 lukt. Heel misschien tweede set ook 9. Daarna ga ik weer naar 4 en kijken of dan 15 lukt. Rapper set, dat is een groot overload doel. Nou, zullen zien. Heet toch, één voor de stars. Buzz Lightyear, Toy Story, My G, you know. Je wil nooit Toy Story met mij kijken. Free Woody. Je hebt alleen Toy Story 1 gezien. Free Buzz Lightyear. Ik ben een neppe fan. Whatever, ik ga vlammen. Oeh. 9, 8, 15, volgens 8, 8, 14. Twee reps. Oké, dus net twee meathead oefeningen in de zin van niet oefeningen per se, maar hoe ik ze doe. Dus heel erg explosief T-bow rows, heel erg explosief bench. Nu juist tegenovergestelde. Ik heb zo meteen een hele diepe, gecontroleerde dumbbell fly. Waarbij het doel is om een zo groot mogelijke stretch op mijn pecs te geven. Nou, elke week probeer ik net iets dieper. Dus mijn logboek. Ik houd het op zich wel bij, maar het is niet helemaal meetbaar. Omdat als jij natuurlijk dieper zakt, wordt de oefening ook moeilijker, kun je ook minder reps. Maar het idee is dat ik gewoon zo groot mogelijk stretch wil krijgen, omdat ik aan het experimenteren ben. Omdat we dus heel erg belovende studies hebben naar stretch-mediated hypertrophy en extreem stretchen voor hypertrofie. Dus dan ben ik eigenlijk aan het uittesten met deze oefening. Ja? Dus eigenlijk zo'n groot mogelijk stretch creëren, waarom ik het met dumbbells doe. Dus omdat dumbbells, hoe de resistance curve werkt, hij is het moeilijkst bij die stretch. Dus en ik heb een diepe stretch en hij is ook nog eens het moeilijkst daar. Dat is met kabels lang niet altijd zo. Dus dat gaan we proberen. Ik geef me gewoon oncomfortabel om vast te houden. Zo pijn ik in die chest. Maar ik voel gewoon mijn chest of nou het elkaar schuurt. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation.
vacation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Okay, jongens. Ik ga LED prayers supersetten met behind the back side races. Natuurlijk LED, voor de mensen die niet weten, zijn een focusgroep van mij dit 20 weken blok. Iets meer rug, LED zijn daarvan. LED prayers toegevoegd voor extra werk. Ik ga gelijk een tip geven. Eerst die touwen, hier zijn heel veel mensen met LED prayers met touwen doen. Vind ik absoluut niet fijn. Instabiel, kan niet echt maximaal gewicht leveren. Plus je gripstrength kan eventueel een limiterende factor zijn, vind ik niet fijn. Dus ik vind een rechte stang altijd beter. Of een LED pulldown stang, wat jij wil. Een grootste fout die mensen maken is dat ze een soort van skull crush, of sorry, een tricep pushdown op het eind doen. Dus er mag geen strekking en flexie in je elleboog zijn. Je ellebogen moet op één positie blijven. Alles moet vanuit je lats komen. Je wilt een zo groot mogelijke range van motion hebben. Dat is wat heel veel mensen doen. Twee dingen. Eén, ze staan te rechtop en ze pushen mee down. Met een tricep, toch? Grote fout. Wat je wilt doen. Zo horizontaal mogelijk komen. Benen ver uit elkaar, bij een groot anker. Vanaf hier. Een grote range of motion. Maximale stretch. Grote stretch. Naar omhoog komen. Geen een beetje extra peak traction. Met behind the back. Maybe I've lost, still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. And trauma keeps up at me at the wrong moment. I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Antagonistische supersetten doe ik wel. Supersetten? Waarom dit wel en andere dingen niet? Je kan wel supersetten, alleen ik vind zelf de spiergroep supersetten niet fijn. En het ligt aan welke oefening. Dus een bankdruk en een T-bar row is ook niet snel supersetten, omdat ik dan heel erg vermoeid word. Maar raak buiten aan van beide oefeningen. Dan heeft dat invloed. Maar zo'n oefening is helemaal niet systemic fatiguing. Het is niet vermoeiend. En het heeft geen invloed op mijn performance daar. Het bicep tricep kan ik ook supersetten. Een hamstring curl en leg extension kan ik ook supersetten. Maar dat is niet vermoeiend voor mij. En het heeft ook geen performance hinderend. Als ik eenzelfde spiergroep superset, dat vind ik wel minder. Want als ik een lat pulldown met een bicep curl superset, heeft invloed op elkaar toch? Ik doe het ook. Alleen niet bij elke oefening. Dus een Romanian deadlift met een back squat zou ik never van mijn leven supersetten. Ook al is het antagonistisch. Antagonistisch betekent tegenovergestelde spiergroep. Dat kan zeker. Ik doe het ook. Alleen niet bij alle oefeningen. Als je niet hoort, hij zegt basic fit. Wat doen die dingen? Je moeder! Sterfbrood. Oké, jongens, lunch. Ik ga even lunchen, daarna ga ik douchen. Het is godverdomme 32 graden. Smelt weg hier, ja. Maar dat maakt niet uit. Wat hebben we? 4 snee brood, pindakaas, wat fruit. Moet een beetje gezond blijven, jongens. Moet een beetje gezond blijven. Dat is gewoon belangrijk. En dan drink ik het hele pak weg.
60 gram eiwit. Dan hebben we ook wat eiwitjes. Hè? Dan knallen we wat eiwitjes in. Ik had pak dus gehaald. Meerdere van dat soort pakken. Ja, jij drinkt van die miserige glaasjes. Omdat ik dacht, dan kunnen we samen delen. En na 2 dagen deed ik de koelkast open. Ik ga jou sowieso outen. Waarom ik maar ga outen? Strakjes bijna een hele week weg. Deze hele koelkast staat vol. En ik weet gewoon dat alsnog ik echt op woensdag gewoon een appje van Dario ga krijgen met... Je boodschappen zijn op. Ja. Kijk, mop. Mond leeg. Je wordt niet de grootste neddy. Mond leeg. Van Nederland. Ze hoeven jou ASMR niet te horen. Je wordt niet de grootste neddy van Nederland met een of ander Eritrees Ethiopisch dieet van 1100 maar jij calorieën. Jij eet letterlijk gewoon... Dat knip ik eruit. Je gaat toch geen controversiële opmerking maken? Nee, ik ga alleen ik mag racistisch doen. Ik ga dit eruit knippen. Alleen ik mag racistisch doen. Alleen ik mag dat. Jij met jouw witte privileges. Ik ben jij een heel eet man. Gewoon alsof je 3 personen in 1 bent. Ik heb ook een neofascistisch kapsel, dus je moet ook verwachten als je godverdomme nou op een video van mij klikt. Ja, pik. Hoeveel calorieën eet jij op een dag? 4000. Soms wat meer, vaak wat meer. Jongens, ik moet groeien. Vandaag 115 voor 8 reps. Bankdrukken. Mijn PR... Eet je mond leeg. Hou nou even je bek dicht, vrouw. Die vrouwen die praten zoveel. Die mensen in Afghanistan, die snappen dat. Die mensen, die Taliban, weet je die wel. Die mensen in Afghanistan willen jouw gekauw ook niet horen. Gewoon zo. Oh nee. Tuurlijk wel, ik heb die moslims wel lachen. Die hebben het zelf bedacht. Eet je mond leeg. Dus. Mijn PR is 120 voor 8. Maar toen woog ik 8... kilo zwaarder dan wat ik nu weeg. Dus dat gaat goed, jongens. Dat gaat goed. Die 120 voor 8 die ga ik snel weer evenaren. Want ook ik had vandaag wel een repje meer kunnen. Maar jongens, geduld. Geduld is een schone zaak. In de hypertrofie game. Ja? We bouwen rustig naar die doelen. Snap je? Binnen een paar weken tikken we hem 3x8 aan. Gaan we weer zwaarder, enzovoort, enzovoort. Worden we elke keer net iets groter. Ik ga nog niet te veel spoilen. Maar laat ik het zo zeggen. We naderen de 47 centimeter voor de armen. We moeten 48. Ja. Ik moet bij de 19 inch crew, jongens. Moet ik. Ja? Als je die haatcomment gezien van die dude die zei... Je snapt dat bij je arm ook je tris hebben hoort. Ja. Je hebt soms van die mensen die reageren, ouwe. Die hebben gewoon niet eens één hersencel. Als je niet op deze één. Kerel zijn kanaal klikt... Hij heeft zo vaak op jou gereageerd. En iedere keer weer een haatcomment. En ik vraag me dan echt af... Die heeft sowieso 33 centimeter biceps. Maar sowieso. Waarom sowieso. Kijk je dan? Leg me dat uit. Ik snap dat oprecht maar niet. Maar dankjewel voor de view. Fuck jou, je moeder, je hele familie. Dankjewel. Je hebt 33 centimeter biceps. Dat is zielig. Nee, zijn moeder ook. Fuck zijn moeder ook. Moet je kutwijf zijn, toch? Dat ken je een normale vrouw zijn. Kom op. Ik vind niet dat je dit kan zeggen. Ja, ik wel. Ik ga douchen, eten. Tot de volgende keer. Wat een bakbeest. Hoe heb je gemaakt, schat? Pasta. Normaal gesproken, ik heb het ook volgens mij een keer in een vlog van jou gezegd. Maar normaal gesproken mag ik geen pasta maken. Normaal maak ik de pasta. Maar? Maar je hebt vaak bij mij kunnen afkijken. Wel knoflook? Geen ui? Ja, tuurlijk. Aubergine? Courgette? En iets wat normaal gesproken tegen jouw principe ingaat? Heel veel gehakt. Maar? Ja, maar is... Proteïne. Wat? En het is mager. Hoeveel gram? En parmigiano? Het is de helft van 900. Ik heb 450 gram gehakt in... Maar jij hebt ook nog een bord, toch? Oké, ik wou zeggen. Dus gehakt met pasta. Maar het is wel, ik weet niet... Of je kan het op de video niet goed zien, maar ik denk dat je nog nooit zo'n groot bord hebt gehad. Hoeveel gram spaghetti erin gaan? Daar heb ik niet gekeken. Je hebt gewoon... Santa Maria, we gaan er gewoon alles in doen. Ik denk dat het goed voelde. Ik ga de video editen, dus ik zal Dario's kauwgeluiden eruit proberen te editen. Oké, je hebt het wel goed gedaan. Heb je zout toegevoegd bij water? Ik las zelf online hoeveel seconden dat moest. Op een of andere Nederlandse site albertheijn.nl. Hey, nee! Heb je van mijn nonna gehoord? Nee. Oké, maar... Platan! Ik word naar die inbox gestuurd. Hij zei jura, hij zei jura. Overdrijf. Maar, ben je aan het kotsen? Hé, wie kookt beter? Ik of je moeder? Oké, maar mijn moeder hou ik van mij. Het is de slechtste kok die ik ooit heb gezien. Gewoon, oh, dat is gemeen. Gewoon als iemand 2 weken verdwaald zou zijn in de jungle en mijn moeder zou een bordje van haar eten zo op tafel zetten. Zet die kast, lees de, nee. Dit ga ik niet eten, alsjeblieft. Ik geloof dat gewoon niet. Wacht maar. Ik geloof het niet. In ieder geval. Jongens, ik ga voorbereiden. Over 1,5 uur begint Dead Man Mode, boys.
Ik ben nog speciaal voor Dario naar de Jumbo gegaan voor extra snackies. Ja jongen, moet ik bulkier gast. Wat denk je, dat ik uit de lucht kom vallen? Laat me even in peace.